maar hier gebeurt het. Ja, hè? Komt u maar naar boven. Ja, ik. Het is mijn zoveelste kwaming in hoogteverschillen. En dan allemaal met één hand. En dan met één camera vasthouden. Het is toch. Ja. Het is de grote bezoeker. Maar het is een stevig trapje zo te voelen. Je hebt je camera wel veel veilig gesteld, zie ik. Ja, als die valt. Ja. Als die valt, dan. Dan val je mee. En ongelooflijk, zeg dit. Is leuk, hè? Ja. Zou het mogen boetseren. Nou. En wie heeft het gemaakt ooit? Meneer Piquet. En het is gesigneerd. Het is gegoten door de familie Stuksen uit Leiden. Ja. Gieterij Stuksen. Ja. Staat erop. Ja. En het meest leuke is dat Stuksen. Ja. Dat was een klasgenoot van mijn vader. De kunstacademie in Arnhem. Zo. Dus het zit er ook nog eens aan de linker, want in 1954 is dit opnieuw gegoten. Ja. Het waren stenen beelden en die zijn opnieuw geboetseerd. Ja. En die hebben ze toen in brons gegoten en hier neergezet. Ze staan er een beetje bedompt bij nu, hè? Met al het hout om zich heen zo. Dat wel, ze zijn een beetje. Nou, de bronsgieter heeft net het zwaard vastgelast. Oh, dat ja. Was los, dat was ingehaakt en waar ze vast hebben. Trekankertje gemaakt, ja. Wat je ziet. Het is ongelooflijk, een enorme hand, jongens. Maar het is natuurlijk prachtig om dat te boetseren. Ja. Het lijkt me echt, echt leuk. Ja. Het was er een beetje vanaf. Echt mooi, ja. Ongeveer 10 jaar geleden hebben ze dit beeld ook dezelfde techniek. Ja. Ook met verf, met de minerale verf hebben ze hem. Maar niet geschilderd, maar toen hebben ze met zo'n verfspuitje, net zoals een beetje een kleine unit was, dan hebben ze hem helemaal gespoten. Oh ja. Dan had hij ook zo'n beetje deze kleur. Iets minder niet geschilderd overkomen, het moest echt ingewassen. Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik gedaan heb. Dus met heel erg verdund heb ik het heel licht zo met de roller of met een kwast. Ja. Zo, dus als je nou heel goed kijkt, dan zie je, echt zo heel licht. Ja. En vooral boven bij ornamenten. Ja. Ja, dat vragen we hier iets. Hier heb je dan de eerste koning van Nederland. Ook Willem Frederik. Ja. Die had ik vanmorgen. Als schijntje. Daar wou ik een foto voor maken. Daar had ik deze zo pas ook precies. Dat hij het. En toen ik had een foto voor gemaakt. Ja. En dan hulp uit onverwachte hoek, weet je. Oh, ja. Ja, allemaal groot, duidelijk. Ja. Het is echt mooi om te zien dit, hè, zo. Ja, gaan we gaan slag heel goed. Ik heb geen verstand van. Nee. Maar we hadden waarschijnlijk toen in die tijd 10 provincies. Ja. En eentje herken ik. Nou, dit is Friesland. Friesland, oh ja. En dit is zo'n Madonna, dat zal al Limburg of Brabant zijn. Ja. Dit Zuid-Holland? Deze lijkt er dan weer heel veel op, deze heeft een ander achtergrond. Ja. Ik weet niet, het was echt nagenoeg zwart. Dus. Zo. En wat je hier ook had is die, kijk zo'n bronzen beeld. Dat, ben je daar ook naartoe geweest? Nee, de bronschieter heeft al even gekeken, even gecontroleerd dat hij weer helemaal vast zat en zo, maar dat was allemaal. Maar je hebt dat heel veel van dat oxide, dat gaat natuurlijk toch een beetje oxideren. Dan krijg je van dat koperoxide, zou ik zeggen. Dat spoelt langs zo naar beneden. Ja. Dus je krijgt echt van die zwarte. Ja. Je hebt een beetje diepere delen zie je nog wel eens dat dat echt een tik zwarte is. Ja, ja. Je hebt natuurlijk proberen alles te. Maar hieronder zie je nog wel eens. En zo zwart was het dus. Ja. En dat heb je dus allemaal door het inwassen. Door het inwassen heb je dat kunnen. Ja, dat is eigenlijk de enige. En hoe lang ben je nou hiermee bezig geweest? Ik ben 2 weken. 2 weken? 2,5 weken. En dan wordt die stijger die wordt opgezet en dan word je gebeld dat die klaar is, die stijger, en dan, of moet je meedoen? Nou nee, bij het opbouwen van die stijger ben ik natuurlijk al. Oh ja, want dat jij moet natuurlijk ik vertellen ben waar. Ik ben zo'n mens, natuurlijk heel groot, ik kom op een fietsje aan. Zo, kijk. Nee, ietsje hoger gaan. En ik doe hier een leuning. En ja.
En dat doe ik samen met Michel de Graaf van de gemeente en dat gaat fantastisch. Die is ook echt zo, die introduceert me dan eventjes en dan... Ja, dat is heel leuk. Dit. Dat is vorig jaar had ik hier de onderkant gedaan. En dan kom ik ook op een fietsje. Ja, zo weet je wel. Dus fietsen en dan ga ik zo naar de kans dat zo ik zie. Ik heb geen auto met een naam op en zo. Staat daar een busje. Daar staat een fietsenbusje. En achter staat een grote politieagent. Waar zijn wij mee bezig, weet je? Ja. Ja. We hebben een melding gehad dat er graffiti gespoten werd. Oh ja. En we komen eens even kijken. Ja. Ik zit daar kijken. Hey, het is deze prins. Die is dus daar ook afgebeeld. Ja. Nee, dan komt hij uit zee, want dan komt hij, ik geloof dat hier zie je een boot. Dat zeil en zo. Ja. Omdat het een strand was, konden die boot natuurlijk niet helemaal tot het einde. Toen hebben ze met een kar, met paard, zijn ze richting de boot gegaan in de zee. Toen hebben ze hem opgehaald, zodat hij geen natte voeten kreeg. Zo. En zo de Keizerstraat in. Ja, zo de en hier zie je het gewoon het volk inderdaad, zo met kindjes. Even de neuzen geteld. Ja, dat maakt het wel weer af natuurlijk. Dat zijn dingen die kan je natuurlijk niet.